Het stadsbestuur houdt vast aan een asielzoekerscentrum hier op de Energieweg. Er komen op deze locatie 400 tot 600 asielzoekers. De inspraak heeft inmiddels plaatsgevonden. Er was veel bijval voor het plan, maar ook zorg over de veiligheid. De stad heeft hierover afspraken gemaakt met het COA. We hebben in december natuurlijk een uh, vrij uitgebreide inspraakprocedure over beide locaties gehad. Daarnaast zijn allerlei inspraakreacties gekomen. Voor de energieweg uh, stellen we nu een besluit voor om daar nu mee verder te gaan. Uh, want uh, ja, op basis van de reacties uh, denken we dat er wel een aantal uh, maatregelen nodig zijn om het goed te laten verlopen. Wij denken dat het uitstekend op deze locatie kan. Nog dit jaar moeten er vluchtelingen op het terrein gehuisvest worden. Deels hangt het ook natuurlijk af van het COA en het tempo waar het COA kan maken. Want die hebben het op dit moment ook ontzettend druk. Het hangt er even van af hoe snel we alles bouwrijp kunnen gaan maken. Maar we zijn nu met de voorbereidingen al gestart. Met, met, met nadenken erover en na dit besluit ook met de daadwerkelijke voorbereidingen. Maar dan zal ergens in de tweede helft van 2016 de, kan het AZC open gaan. Op de weg komt ook een locatie voor 600 asielzoekers. Dat is een wat ingewikkelder locatie. Hè. Dat, is, dat heeft te maken met de bodemvervuiling die daar is, met de externe veiligheid. Um, dus dat wisten we van tevoren dat dat wat ingewikkelder was. Nou, we hebben nu gezegd van gaan we daar nou op wachten tot we beide locaties helemaal rond hebben. Nee, dat doen we niet. Bij de energieweg hebben we nu rond, dus daar nemen we nu een besluit. We willen dat niet laten wachten op de wat ingewikkelder discussie die we nog op dit moment aan het voeren zijn rond de Ulgersmaweg. Dus dat besluit komt later. Er is een stevige meerderheid in de gemeenteraad voor het plan.